in België. De 9-jarige Chandro uit Schiedam mocht voor het eerst in zijn leven een tram van de RET besturen. Voor hem een droom die uitkomt, want hij weet al vanaf zijn tweede dat hij trambestuurder in Rotterdam wil worden. Je mag gaan zitten. Ik wil nergens aan zitten, alleen maar gaan zitten even. Samen met Leo, medewerker van de RET, mag hij met de tram een rondje maken over het terrein van de RET in de Beverwaard. Oké. Dat gaat al goed, zeg. Ja. Starten, versnellen, uit laten rollen, remmen, bochtjes maken. Hij mag het allemaal doen. Wow. Weer terug naar nul. Goed zo. Als je voorbij het witte streepje gaat, moet je trakteren. Oh, je bent er voorbij. Ah. Ik vond het wel goed. Ja, we mag een knopje drukken, die gele, oranje. Oké. Okay. En de blauwe. En de blauwe. En de witte. Oké. Okay. En dan gaan we eruit. Ja, dit was echt perfect. Echt een van de coolste dingetjes ooit. Dit is gewoon een super gemotiveerde jongen en hij leert snel en je hoeft hem maar één keer voor te zeggen wat hij moet doen en hij pikt het heel snel op. En het is een hele ervaring om jonge kinderen de techniek van de tram te laten leren. Trambestuurder is echt een vak en je mag best wel trots zijn dat je trambestuurder bent, want er zijn maar heel weinig mensen in Nederland die kunnen zeggen van ik ben trambestuurder. En daar mag je best trots op zijn, denk ik. Je rijdt van 's ochtends vroeg tot 's nachts rijden door Rotterdam. En het is gewoon alle facetten hebben. Je bent met de sneeuw buiten, je bent met weer en wind ben je buiten. Als de zon schijnt ben je buiten en gewoon de passagiers die waarderen het gewoon als jij een goede trambestuurder bent. Chandro weet het zeker. Hij wordt later trambestuurder in Rotterdam. 23 Beverwaard lijkt me best wel een hele leuke buurt en ik zou er best wel vaak willen rondrijden. En wat vind je het allerleukst van de trambesturen? Nou, dat je dit kon doen. Dat vind ik nou echt het leukst.